niks gaat hoe ik wil dat het gaat. En ik kan echt serieus wel janken gewoon. Zo voel ik me op dit moment. Dus kijk, dan kan ik hem gewoon zo dragen. Oh, ja. Bijna. Goed zo. Had jij lekker geslapen? Nou, ik heb hier twee kleine logeetjes. But I'm a supergirl. And supergirls don't cry. See you later. I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben hier mijn grapefruit aan het eten. Tussendoor vind ik dit echt wel lekker. Yes, ik eet het gewoon zo. Ik vind het lekker zo. Memphis die is vandaag thuis gebleven, want die was niet zo lekker. Maar zoals je nu op de achtergrond hoort, lijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Hij was vanochtend, zat hij helemaal onder de snot en zo. Dus ik dacht, nou ja, even een dagje rust. Maar het was dus eigenlijk helemaal niet nodig. Want hij is super actief en super hyper. Een inschattingsfout van moeders. Wat doe je nou? Ga je zo blijven zitten? Op jou! Op jou! Ik ga daar. Zie je later. Tot later. Later. Maar waar ga je naartoe dan? Ik ga naar vakantie. Vakantie? Oké. Okay. Doei doei. Hou van jou. Je gaat terug naar oma, hè? Ja. Straks. Doei. Doei. Gaan we dit allemaal uitpakken? Allemaal boodschapjes. Zoveel zin in. Haat ijs, nee. Zo, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag... Oh my god, welke dag is het vandaag? Morgen. Dinsdag, volgens mij. Is het dinsdag? Het is dinsdag. Yay. Het is dinsdag. En ik ben onderweg naar de sportschool. Ik had vanochtend al de jongens naar school gebracht en alles. Ik ga dus nu mijn workout doen. Het regent nog steeds, hè? Even serieus. Het is gewoon niet normaal. Memphis is vandaag ook weer gewoon naar school gegaan. Ik hoop dat dat wel een beetje goed gaat. Want hij was gisteravond was hij echt 5 keer wakker geworden of zo. Dus ik dacht, wanneer gaat dat kind nou eens een keer slapen? En dan vanochtend om 5 uur in de ochtend had hij in zijn bed geplast. Dus ja, dan snap je dat hij daarna natuurlijk niet meer... gaat slapen. Dus ik was echt extreem vroeg wakker, you guys. En ik ben echt moe. En ik ben verkouden geworden en ik heb last van mijn keel. En ik ga gewoon sporten. I know, what the fuck? Zelf vandaag geen beloning geven, jongen. Nou, moet ik wel even doen, hoor. 6.5 hours later. Dit is echt mijn leven, you guys. Echt, ik heb heel veel van dit soort pakken gekocht. En dan zorg ik dat ik voldoende water drink gedurende de hele dag. Heel raar, maar als ik uit zo'n pak drink, dan drink ik dus meer water dan wanneer ik gewoon glazen water moet drinken. Echt super bizar. Ik heb mijn video afgemaakt. Heel quick, heel snel. Oh, dikke vette boer. Ik ben verkouden geworden, soort van. Mijn keel doet helemaal pijn. En ik vind het echt niet leuk. Ik heb snot bij mijn neus. Ik moet die weghalen. Dus ja, of ik blij ben ermee? Nee, helemaal niet. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag woensdag en ik voel me echt niet lekker. Ik heb gisteravond ook echt een klote nacht gehad. Ik had verhoging, pijn in mijn strot, mijn neus helemaal dicht. Ik voel me gewoon echt klote. Klote. Dus ik kan
niet sporten vandaag. Juppiejee. Daar baal ik van, want dan ben ik meteen alweer bezig met, oh my god, nu heb ik 1 dag overgeslagen en hoe ga ik dat weer inhalen en blablabla. Maar ik moet gewoon rusten. What the fuck, merga. Gewoon fucking rusten, inderdaad. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga even een smoothie voor mezelf maken en dan ga ik even liggen. Hoop ik dat ik om 12:30 beter ben voor de jongens. Ja. Ik heb al zo vaak tegen mijn lichaam gezegd, moeders kunnen gewoon niet ziek zijn. Hij luistert niet naar me, echt oneenigheid. Het lijkt de dag zoveel zwaarder. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. En die gaat vandaag weer helemaal op. En wat ben ik aan het kijken? 24 Kitchen. Zo'n nerd ben ik af en toe. Ik ben helemaal gematcht met mijn smoothie. Mm. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. En ik ben nog steeds erg freaking ziek gewoon. Ik had gisteren erg koorts. Dus nou, vandaag weer geen sporten en ik baal wel, want ik wilde eigenlijk vanochtend gaan. Ik zei tegen Nick, nou ik ga gewoon sporten hoor. Toen zei hij, nou dat kan je beter niet doen. Voordat je daar nog langer ziek bent, dan kan je heel lang niet sporten. Dus ik doe het vandaag weer rustig aan. Memphis is ook ziek. Die zit hier naast me. Pardon, mijn vette boer. Dus wij zitten hier samen ziek te wezen. Ik heb ook een nieuwe shake gehaald, een nieuwe eiwitshake en pindakaas. Ik heb nieuwe sportpindakaas. Het is lekker. Is lekker. A few inches later. Nou, ik heb hier 2 kleine logeetjes. Hallo. Jij moet eigenlijk al slapen, hè? Melissa moet eigenlijk ook slapen. Oogjes dicht. Oogjes dicht. Zo, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag vrijdag. Mijn oor is echt helemaal dicht. Ja, het is vrijdag. De jongens zijn vrij, die hebben studiedag. Ik heb net mijn haar gewassen, want dat was echt nodig. Het was zo vet en vies. Dus ik ben blij dat ik nu mijn haar heb gewassen. Ik ga zo meteen sporten, ja, met dit hele brakke geval. Mijn keel doet zeer en alles, maar ik ga toch. Ik doe gewoon lekker rustig aan en dan als ik thuis kom, dan zie ik het allemaal wel weer. Ik ben echt bloedjeszagrijnig vandaag, ik weet niet wat ik heb. Misschien is het weer dat het echt al weet ik hoe lang achter elkaar regent en ik daar super krenkje van word. Of het geval dat ik al weken op 1600 calorieën leef en 1 kilo ben afgevallen, wauw. Vet shit. Ik ging vanochtend op de weegschaal staan. Ik dacht echt, oh my god. Hey. Dan heb ik echt zoiets van, waar doe ik het allemaal voor? Laat me dan maar weer gewoon vreten als ik toch niet... Maar ja, misschien is dit ook niet echt helpvol voor mensen die nu bezig zijn met afvallen. Dat je mij hoort mopperen. Maar zo voel ik me op dit moment. Ik voel me echt even kut. Ja. Maar ja, wat doe je eraan? Dus ja, vandaar dat ik daar ook ga sporten. En misschien moet ik ook niet zoveel naar die nummers, op die nummers letten die op die weegschaal komen. Dat heb ik ook vaker gehoord. Maar ja, dat ga je automatisch dan toch doen, althans ik. Want het lijkt net alsof je dan voor niks bezig bent. Mijn vetpercentage, dat klopt ook helemaal voor geen meter. Daar ben ik ook helemaal gek van. Hoe ik dat nu moet meten. Dus eigenlijk heb ik heel veel dingen dat ik denk, what the fuck? Oké, even op adem komen. Ja, dus dat is de stand van nu. Ik zit er eigenlijk een beetje doorheen. Ik heb geen zin meer in. Ik heb zoiets van, laat me zitten allemaal. En me lekker een hangbuikje hebben. Fuck it. Dat is dus hoe ik nu denk. Niks gaat hoe ik wil dat het gaat. En ik kan echt serieus wel janken gewoon. Zo voel ik me op dit moment. Maar ja. En ik snap eigenlijk ook niet waarom. Want ik probeer echt mijn gedachten weer om te zetten naar iets leuks en iets positiefs. Maar dat lukt dan gewoon even niet of zo. Ik weet niet. Ik zit gewoon een beetje doorheen, denk ik. Ook omdat ik ziek ben geweest, heeft dat mijn hele planning omgegooid. Daar kan ik ook al helemaal hysterisch van. Nou ja, ik ga niet janken. Dus ja.
Dit is mijn dag. Ik hoop dat jouw dag beter is voor vandaag. Zometeen sporten. En dan weet ik zeker dat ik me wat beter voel. Dan dit. Ik denk ook dat ik gewoon even frisse lucht nodig heb of zo. And a half hours later. Ik zit in de auto nu. Ik ga nu sporten. Auw, stop mijn hoofd. Het gaat al een stuk beter hoor. Ik weet niet. Ik moet ook gewoon inderdaad gewoon vanuit het positieve uitgaan. En het komt uiteindelijk wel goed, weet je. Ik ben nu 3 weken bezig. Dus ik moet ook niet zo streng zijn voor mezelf. Al doe ik een half jaar over. I don't care. Het gaat om het resultaat uiteindelijk. Het hoeft niet allemaal snel. Het is een van mijn dingen die ik toen ook van... Hè? Toen ik ging afvallen ook tegen mezelf zei van Mer, we gaan niet weer... Ik heb nooit echt willen crashen. Ook niet toen ik heel dik was en dun wilde gaan. Heb ik het ook gewoon heel voorzichtig gedaan. Dus waarom heb ik nu ineens die drang dat het in 2 weken weg moet? Omdat in mijn hoofd is het maar een paar kilo. En dan denk ik van ja, ga gewoon weg. Maar ja, het gaat niet zo snel bij mij. En natuurlijk ga ik mezelf dan weer vergelijken met Nick. En bij Nick ging het wel freaking snel. En dan denk ik, ja, in 2 weken tijd valt hij gewoon lekker hartstikke veel af. Heel veel centimeters van zijn buik. En bij mij allemaal weer niet. Zie je wel, het gaat weer langzaam en dit en dat. En dan ga ik... Oh, ik heb me gewoon... En dan ga ik aan dat soort dingen denken. Terwijl ik gewoon vanuit het positieve moet uitgaan. Dat ik gewoon keigoed bezig ben. En dat ik gewoon fucking powervrouw ben. Die er gewoon tegenaan gaat. En dat het gewoon wat langer duurt. Klaar. En niet zo moet zeiken. Zo. Dat moest er even uit. Maar dus vandaar dat het ook weer nu wat beter gaat. En ik heb mezelf even wat strenger toegesproken dan dat ik normaal doe. Van hup, kom op. Weet je, ik ben al goed op weg. Ik ben hartstikke goed bezig. Oké, ik ben nu wel weer zen. Ik ga nu lekker sporten en al mijn agressie eruit trainen. En oh, ik heb zo'n zin in morgen. Ik heb zo'n zin in morgen. Omdat morgen mag ik een freaking cheat meal. Dat is toch eigenlijk zielig. Dat ik daarom zin in morgen heb. Ik heb alleen geen zaddoek meegenomen. Kut. Ik heb hem. Wacht, ik ga hem even opzetten. You can tell I love it. And she's free, it's okay. I got lost on the way, but I'm a supergirl. And supergirls don't cry. Dat wilde ik even delen. Dat was even mijn power liedje wat mij er vandaag doorheen heeft gesleept vandaag. Zo, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zaterdag. Het regent weer de hele dag. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik voel me in ieder geval stukken beter. Gisteren is gisteren, vandaag is vandaag. Ik ga nu lekker mijn favoriete ontbijtje maken met mijn nieuwe protein shake. En het is dark chocolate. En ik heb er zoveel zin in. En ik heb ook nieuwe proteïne pindakaas gehaald van de pindakaaswinkel. Ook zo lekker. Dus ik ben helemaal in mijn nopjes. Mijn ontbijt gaat echt amazeballs worden. Maar ik ga het laten zien in What I Ate in a Day allemaal. Dus ik heb echt zin in ontbijt. Ik heb freaking honger ook. Ik ga vandaag wel weer sporten. En ik heb vandaag een training in elkaar gezet die best wel gewoon relaxed is om te doen. En niet al te bam bam bam. Zoals ik gisteren van mezelf forceer, dan ben ik al moe, dan ben ik al ziek en dan moet ik. Het is echt een irritante handicap voor mij. Maar vandaag heb ik echt een rustige training. Oké, ik ben net wakker. Sorry hoor. Memphis die is weer in slaap gevallen op mijn bed. Want Nick en Alessia moesten heel vroeg naar voetbal. En toen heb Nick Memphis naast mij neergelegd. Maar naar beneden gehaald, een appel gehaald. Appel opgegeten. En nu slaapt hij weer. Dus ik ga nu lekker mijn ontbijtje maken. Had jij lekker geslapen? Goedemorgen! Andere keer doe ik het toch iets bevroren in. Want ik mis eigenlijk een beetje dat dikke structuur van echt een smoothie. Dan ga invriezen, dus in plakjes snijden, dan in de diepvries ga doen en dan mee ga blenden. Want dan wordt hij echt lekker romig. Nu is hij een beetje runny. Maar hij is wel echt super lekker. Het smaakt naar een hele romige
chocolademelk. Gewoon heel vol. En dan ga ik even een hele korte workout doen vandaag. Op mijn telefoon. En dan laat ik me even gewoon hier lekker spelen. Vanmiddag ga ik naar de sportschool. Voor lunch heb ik lekker bolletjes. Daar heb ik ook al zin in. Hoe heet die ook weer? Dear Mama. Moet ik even kijken. Ik heb sowieso wel zin om even lekker ergens wat te gaan eten. Dus echt even lekker te genieten ook van je eten. Weet je, gewoon lekker gezellig met mijn familie. Ja, dat was het eigenlijk. Dit is zo lekker. Oh. Dit is mijn eerste soort van chocola waar ik dichtbij in de buurt kom. Goedemorgen. Heel hard. Goedemorgen. Waar heb je je appel gelaten? Boven zeker weer? Ja. Kan ik hem weer gaan opruimen? Goedemorgen. Goedemorgen. Nee, daar heb ik niet zo'n zin in. 2 hours later. Ik ben gewoon gaan sporten zonder BH aan. Het is nu bijna 10 uur en ik ga nu lekker mijn grapefruitje eten. Bar zuur, maar ik vind het echt lekker. Ik hou van zure dingen. Die shake heeft me niet echt zo gevuld als dat ik had gehoopt dat hij me zou vullen. Misschien had ik er toch wat havermout in moeten doen, maar ik verdeel mijn eten altijd over de hele dag. Ik wil niet in één keer in de ochtend heel veel eten en dan heel lang moeten wachten voordat ik pas kan lunchen. Oh, deze is wel lekker rijp. Ik ga lekker genieten van mijn... Nou, ik heb weer eens geshopt. Ik heb toch een neon bikini gevonden en ik ben er super blij mee. Dit is hem geworden. En ik vind het wel heel leuk, moet ik zeggen. Mom jeans. Dus kijk, dan kan ik hem gewoon zo dragen. Trouwens, ik ga alles gewoon even eroverheen aan doen. Dus denk ik, dat is makkelijk. Oh, het staat niet echt mooi met dit, maar... Dan zie je het niet. Voor de zomer, denk ik. Ja, vind ik ook cool. Cool, cool, cool. Ook goedgekeurd. En dit is dan mijn tweede topje. Wat ik op zich wel heel erg schattig kleurtje vind. Alleen het stofje is wel heel dun hoor. Ik heb trouwens even een andere BH aangedaan. Maar ik denk dat ik deze ook wel echt super cutie vind. Drie keer dezelfde mom jeans aan, want deze heb ik nieuw. Dus ja, perfect. En nu zijn mijn tieten ook een stuk groter, omdat ik vulling erin heb zitten. Deze zit op zich wel echt super lekker, want hij zit ook strak. En de hou ik van die andere paarse zat een beetje los. Die tietding, dat zit hierboven eruit. Dus zou ik een kleinere BH aan moeten doen of zo, weet je, zonder vulling. Maar op zich ben ik hier ook wel echt wel blij mee. Kijk, hij is wel een beetje kort, maar je ziet hier een beetje die inham dan. Ik laat het nog allemaal op mijn Instagram voorbij komen, dus dan... Maar ja, dan is deze video online. Niet dat je daar wat hebt. Maar ik doe het door dit soort dingen dus regelmatig. Dus ik kan mijn Instagram even hieronder zetten. Dan kun je me helpen bepalen. Want ik ben echt een twijfelaar. À la twijfelaars. Super uit mijn comfortzone. Ik heb iets besteld wat ik eigenlijk nooit echt draag. Wat echt niet bij mij past eigenlijk. Ik denk ook als ik het aan heb dat ik daar heel erg aan moet wennen. Maar ik vind het wel super mooi. Dus ik ga het gewoon proberen. A few moments later. Ik weet, deze trui had ik al gekocht vorige week of zo. Maar het gaat niet om de trui. Het gaat om het broekje. Ik heb dus voor het eerst in mijn leven een wielrennersbroekje gehaald. What the fuck? En ik weet dus niet of ik hem moet houden of dat ik hem... Ik ben er niet... Soms zie ik op Instagram zulke mooie combinaties met zo'n wielrennersbroekje. En ik denk, nou, ik ga hem gewoon bestellen. Maar nu ben ik niet zo zeker van of ik dat wel zo mooi vind. Ik ga jullie even wat lager zetten. Ja, en dit, ik heb hem in best wel een opvallend kleurtje gehaald. Hoe is dat gewoon met sneakers? Casual. Ik dacht, het lijkt me wel leuk gewoon. Alleen die roze, ik weet niet zo goed hoe ik daarmee moet combineren, joh. De plannen zijn gewijzigd, want ik had net het telefoontje van Nick gekregen dat Alessia dus nu heel erg ziek is geworden. En we zouden eigenlijk vanavond met z'n allen uit eten gaan, maar dat gaat ze niet meer door. We gaan gewoon binnen zitten en pizza eten. Dus I love pizza. Ik heb zo freaking veel zin in pizza. Ah,
Ik ga die hele freaking motherfucking pizza gewoon opeten. Lekker. Tand hou ik bijna alles. Alleen hier ben ik nu nog niet zeker van. Maar sowieso dit bikini topje vind ik echt super leuk. 6.5 hours later. Yes, eindelijk. Lekker. Lekker? Ja. Een hele goede dag. Het is vandaag zondag en ik heb al gesport. Ik heb alles al gedaan. Ik ga zo bij de moeder van Nick eten. Dus ik hoef niet te koken, dat scheelt. Heerlijk voor op zondag. Ik heb dit aan. Mijn nieuwe truitje, daar ben ik echt super verliefd op. Mom jeans van de Bershka. Promote op mijn Instagram. Wat ga ik nu doen? Ik heb net al gegeten. Ik heb nog wel een beetje honger, maar ik zit bijna op mijn max qua calorieën al. Het wordt geen eten voor mij. Het wordt gewoon... Ja, wat wordt het? Wachten tot ik kan avondeten. Dat wordt een topje zeg. Wat ik ook heb gedaan, wat ik niet had gefilmd. Even mijn andere arm, want ik heb spierpijn in mijn arm. Is dat ik toch hulp heb ingeschakeld. Ik heb hulp ingeschakeld, dat is het helpen van mijn doel, omdat ik had me vandaag gewogen en ik was aangekomen. Iets wat ik raar vind, want ik eet niet zo heel veel en ik sport heel veel. Dus dat was een beetje bizar. Voordat ik helemaal moedeloos en zielig in een hoekje ga kruipen. En dat denk dat het allemaal mij niet lukt. Gewoon hulp inschakelen, een voedingsschema. Dus ja... Dat heb ik wel gedaan. Dus dat kon morgen komen mijn dingen binnen. Het zijn wel pillen en zo. Dus ik weet niet of daar weer heel blij mee van wordt. Maar eigenlijk ook weer niet. Want ik zit weer te twijfelen. Want ik vind het ook weer eng om supplementen te nemen wat ik niet ken. En dan vraag ik me weer af waar het vandaan komt. En dan ga ik daar weer over door fantaseren. En het is meestal allemaal ernstig wat ik dan denk. Het is nooit echt positief. Dus ja, het is wel een beetje een ding voor mij hoor. Om dat dan te doen. Maar ja, ik heb het gedaan. Ik dacht gewoon, weet je, doe het gewoon. We zien het wel. Ja. Nee. Wat zit je haar super gaaf. Oh, echt heel mooi. Een lolly. Daar al, snoepje schat. Nee, ik heb nog een ook. Die is van Alessio. Nee, ik wil ook proeven. Echt mooi. Dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan geen dikke vette duim omhoog te geven en te abonneren door hier of hier. Dan zie ik jullie bij een volgende video. Vrijdag komt er een video online met een hele week aan ontbijtjes wat ik eet. Mijn favoriete ontbijtjes deel ik dan met jullie. Dus vergeet niet te abonneren. Doe het notificatiebelletje aan. En I see you on Friday. It's a date, babe. Slaap lekker. Doei doeg. I didn't wanna believe my feelings for you. I didn't wanna believe that I could lose you. If I told you just how I felt. But I can't help it. I'm falling for you.